Op de COVID-19 persconferentie afgelopen maandag heeft minister Sang van HINT aangegeven dat de winkeliers geen chaos willen. Hij zegt dat het ministerie veel klachten ontvangt dat klanten zich agressief gedragen. De minister zegt dat de winkeliers niet bewust de prijzen omhoog stuwen, maar dat de leveranciers en tussenhandelaren daarvoor verantwoordelijk zijn. We vragen ieder om de maatregelen van de winkeliers op te volgen. Ze zijn er voor uw veiligheid als ook die van de winkelier. En ieder loopt op dit moment op hun tenen, maar we gaan er samen doorheen moeten gaan. Wat betreft de prijzen in de winkels, we weten dat de prijzen hoog zijn. En het ministerie doet er alles aan om de prijzen te normaliseren. We hebben dagelijks gesprekken om dit onder controle te krijgen. De prijzen stijgen en we hebben geconstateerd dat de stijgingen komen van leveranciers en andere tussenhandelaren. Dus AUB, we hebben dagelijkse gesprekken met de winkeliers. Zij zijn niet degene die aan prijsopdrijvingen doen. Zij willen, zij geven ook aan dat zij niet die jugu-jugu willen hebben. Met de importeurs en leveranciers hebben wij op het moment afspraken dat zij de consumentenprijzen kenbaar gaan maken. Dat zullen zij doorsturen naar het ministerie van HINT en we gaan een manier vinden om dat kenbaar te maken aan ieder. We gaan dat presenteren, mogelijk ook op de COVID-19 website, zodat de prijsopdrijvingen zoveel als mogelijk kan worden voorkomen. Angela Salmo, directeur van Sociale Zaken, zegt dat alle huishoudens die geregistreerd staan bij het ministerie meegenomen zullen worden in het COVID-19 tegemoetkomingsprogramma. Mensen die zich reeds hebben geregistreerd hoeven dat niet meer te doen. Indien je zich hebt geregistreerd aan de Gongrijpstraat, of je heeft dat elektronisch gedaan de afgelopen periode, ook die lijsten zullen binnenkort screenen. Indien u zich nog nooit ergens hebt geregistreerd en u wenst in aanmerking te komen voor een COVID-19 steunpakket, dan kunt u ons sms'en of appen op het nummer 872-6809. Let wel, dit kan vanaf donderdag 11 juni. Ik herhaal het AUB mensen omdat het om heel veel mensen gaat en Sociale Zaken heeft al heel veel data. Dus als u al geregistreerd bent, doe dat niet. Laat het over, laat de lijn niet bezet raken, laat de databestanden niet bezet raken door mensen die al in het systeem komen. Laat het over aan mensen die zich nog niet hebben geregistreerd. Angela Salmo van Sociale Zaken, ze sprak afgelopen maandag op de COVID-19 persconferentie.